Hallo, ik ben Pascal Brakman en ik laat je graag in een korte tutorial zien hoe je zelf een bezienswaardigheid of point of interest maakt op een satellietbeeld. Daarvoor ga je naar het hoofdmenu en klik je op bezienswaardigheden en je klikt op voeg een bezienswaardigheid toe. Het eerste wat je moet aangeven is in welke taal doe je dit. Default staat het al netjes ingesteld volgens je taalkeuze die je rechtsboven gedaan hebt. Het tweede is een naam ingeven. Ik ga nu een school ingeven en dat is Don Bosco Zwijnaarden. Het derde dat ik moet aangeven is welk type bezienswaardigheid is dit. En dit is een school. Ik kan hier gaan zoeken in alle opties en doorklikken, maar makkelijk is als je gaat zoeken via deze zoekbalk en dan springt hij netjes naar de gewenste plaats. Dus het is een school. Nu moet ik nog aangeven waar ergens bevindt die school zich in de wereld. Dat kan je doen door in te zoomen op een bepaald gebied, maar dat duurt dan eventjes. Je kan hier ook nog een adres ingeven. Ik ga nu aan ingeven dat het in de buurt van Zwijnaarden ligt en dan zoomt hij al netjes in op Zwijnaarden. We weten natuurlijk dat de Don Bosco Zwijnaarden school hier in het hoekje ligt, maar ik had graag nog gebruik gemaakt van een satellietbeeld om dat netjes in te kleuren. Dus dat doe je door hier rechts in de settings satellietbeelden te kiezen. Je hebt hier ook nog andere opties, maar dat is voor een andere tutorial. Ik kies hier satelliet. Ik klap het weer dicht en ik kan verder doen. Ik had ook graag de school niet ingegeven als een punt, maar het is een oppervlak, dus ik ga er een polygoon van maken. Ik kan ook kiezen voor een lijn, maar als oppervlak is natuurlijk een polygoon geschikt. En ik kan hier nu nog inzoomen, maar het oppervlak is hier toch wel wat klein om in te werken. Dus ik ga het volledige scherm gebruiken om mijn gegevens in te geven. En dat doe ik door dit knopje aan te klikken. En hier kan ik dus verder op inzoomen. Als ik nu op de kaart eenmaal klik, dan zet ik een eerste vormpunt, een tweede vormpunt, een derde vormpunt, een vierde enzovoort. Je kan nu nog een vormpunt toevoegen door met het handje naar een van de zijdes te gaan. Je kan ook nog een viapunt beter gaan leggen, zodanig dat je de correcte gegevens van het schooloppervlakte kan weergeven. Je ziet hier trouwens dat ik een fout maak, want dit deel behoort niet tot de school. Dat zijn huizen, dus die ga ik er niet bij toevoegen. Dus op die manier kan ik het in heel sterk detail doen. En je ziet dat je hier ook nog de sportterreinen kan weergeven als aparte polygoon. Ik ben klaar met mijn oppervlak in te tekenen, dus ik ga dit weer sluiten om verder te doen met de volgende gegevens. Dus hier kan ik nog aangeven of het publiek of privé is. Ik ga het publiek laten staan. En ik kan informatie nu geven, een beschrijving over mijn gegeven hier. In dit geval wil ik vertellen dat Don Bosco gesticht is in 1962. Don Bosco Zwijnaarden is gesticht in 1962. En dan kan ik ook nog een verwijzing erbij zetten, bijvoorbeeld het e-mailadres, link voor meer informatie, www.dbz.be. En ik kan ook nog een bron vermelden over dit tekstje, maar ja, die bron ben ik zelf. En je kan ook nog een afbeelding toevoegen. Ik ga nu eens zoeken naar een afbeelding op mijn harde schijf. En ik heb er hier eentje. En die komt van Bjarninus. Ik heb die van Wikipedia gehaald. Ik kan hier wel die bron vermelden. Bjarninus. En ik kan ook nog vermelden dat het een bron is van Wikipedia. Wikipedia heeft als copyright systeem Creative Commons. Dat wil zeggen dat ik de auteursrechten niet heb, maar ik kan ze dat het rechten vrij is volgens Creative Commons. En ik kan dit nog bevestigen en ik ben klaar. Dus ik heb nu mijn plaats aangeduid, een foto van de school, de informatie van de school, meer informatie om door te linken naar bepaalde informatie, bijvoorbeeld de website van de school. Ik krijg hier nog de polygooninformatie en ik kan hier nog eens veranderen naar een satellietbeeld, bijvoorbeeld, om te zien hoe het in detail eruit ziet. Je ziet ook dat elke POI ook voorgesteld wordt door een punt. Ook al is het een
oppervlakte of een lijn. We zullen de POI of de bezienswaardigheid altijd voorstellen, ook door een punt. En dan krijg je nog automatisch extra informatie, zoals routes in de buurt. En je kan hier nog eens op doorklikken om bijvoorbeeld statistieken van die plaats te gaan zien. Bijvoorbeeld hoeveel routes zijn hier in de buurt, welke zijn de meest populaire, enzovoort. Veel plezier ermee.